zoals te zien in de Domstad op de Orteliuslaan. Surveillanten Ahmed en Erwin hebben een Audi-bestuurder in het vizier en de agenten voelen aan hun klompen welke kant het op gaat. Hij gaat waarschijnlijk iets doen wat niet mag. Inderdaad, want de Orteliuslaan is een beruchte sluiproute waar de gesloten verklaring stelselmatig wordt genegeerd. En ook deze keer is het weer raak. Die Audi wil ik aan de kant hebben. Rechtsvrij. Ga er maar overheen. Kunnen wij plekje zoeken bij Rijkswaterstaat. De Renault-bestuurder krijgt een bekeuring op kenteken en de Audi-rijder mag aan de kant. Kan je voorstellen, van de schuurverkeerspolitie. Rijwijs, heb je dat bij je? Dat zou ik graag even inzien. Maar dan rijden we de brug op. En dan zit je wel heel erg dicht op je voorligger. Hoe dicht is, dat kan ik niet heel goed beoordelen. Dus daar krijg je van mij ook een waarschuwing voor. En dan ga je hier door de Orteliuslaan ga je door, waar je niet doorheen mag. En dan krijg je van mij een bekeuring voor. Waarom? Daar staat een gesloten verklaring. Grote. Nee, die auto voor je, die witte Twingo, die krijgt postkaars. Die reed er inderdaad ook door, dat kenteken hebben we genoteerd, die schrijven op. Niet iedereen rijdt daar, want de meeste mensen, er waren 5-6 auto's in het rijtje. De meeste gingen rechtsaf hoe je moet rijden. En jij rijdt rechtdoor en daar krijg je van mij een bekeuring voor. Alleen die bord mogen jullie wel vergroten, kunnen jullie daar adviseren? Dat zijn standaardmaten hoor, die zijn zo groot. Pak een beetje 60 centimeter. Heel Utrecht weet dat niet hè? Nou, volgens mij wel hoor. Nou, ik zeg u, er rijden 30 mensen daar langs. Elke dag. Ik sta daar regelmatig. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik schrijf regelmatig 40, 50 mensen in een uur tijd op, dat klopt. Serieus? Ja. Alleen daar. In een uur tijd echt, dan moet je met twee mensen zijn, want anders schrijf je niet bij. Dan schrijf ik ze eerst alleen maar op mijn klapper op. Want als ik mensen aan de kant moet zetten, dan ben je een dag bezig. Ja, want iedereen rijdt daar, ik weet het niet. Nou, dan weet je het in ieder geval bij deze. Hij is lang, alles staat erop. €120. En €7 administratiekosten, die komen daar nog overheen. Doe het gewoon niet. Nou, dat wordt 2 maanden niet stappen, toch? Dat denk ik. Dus vandaar. Maar ondanks alles wens ik nog prettig verder. Tot ziens. Op de Orteliuslaan blijft het prijs schieten en ook deze keer bedraagt de bekeuring €120.